Beste vrienden, gelukkig nieuwjaar. Chers amis, bonne année. Als nieuwjaarscadeautje stuur ik jullie de site van de marineofficieren buiten dienst, Les Officiers de Marine hors service, bijgewerkt tot 16 december 2010. Als je met de muis hierover gaat, dan zie je de lijst van de laatste nieuwigheden. De singsong van Marta en fotootjes die ook toegevoegd werden. Klikken we op de singsong van Marta, dan gaan we naar het blad van die singsong met alle fotootjes van het feestje. En cliquant sur la photo, on peut l'agrandir. Par exemple, la photo de Marta, je clique sur sa cravate et hop, je vois Marta en grand. Je clique encore une fois, encore plus grand. Je clique encore une fois, plus petit de nouveau. Plus grand, plus grand, plus petit. Si on veut le visage de Martin au centre, on clique sur le visage. Si on veut les mains au centre, on clique sur les mains. Ça peut se faire également en bougeant l'ascenseur à droite. Voilà, donc ici toutes les photos. En cliquant sur le bouton Up, on retourne en haut de la page. Et en cliquant sur le drapeau de la Force Navale, on retourne à la page d'accueil. Voilà. En op dat blad zie je heel duidelijk dus dat er drie grote delen zijn. Reunions, members en songs. En cliquant dessus, on va vers ce chapitre, par exemple, de nouveau Reunions. On a déjà été sur celui de 2010, où on peut agrandir les photos. Op die vorige reunies lukt dat niet. Dat was in Brugge hier. Foto's kunnen niet vergroot worden. 2003, singsong in Oostende. Foto's kunnen ook niet vergroot worden. 2007, in Zeebrugge. Foto's kunnen ook niet vergroot worden. Dus het werkt alleen in 2010. Nu gaan we bijvoorbeeld naar het hoofdstuk Members. Et là, il y a trois sous-titres. Facebook. Trombinoscope, la liste chronologique et la liste alphabétique. La liste chronologique débute en 1898 et on peut parcourir la liste en sautant de 5 ans en 5 ans, par exemple 30, hop, en haut nouveau, 35, hop, etc. La liste alphabétique. Là aussi, on peut sauter de lettre en lettre. Retournons au Facebook. En hier zie je bijvoorbeeld allemaal kleine fotootjes van mensen waar we meer inlichting over hebben. Indien er een rouwbandje over is, is die kameraad overleden. We klikken nu bijvoorbeeld op Paul Adriaans een fotootje en dan ga je naar de fiche Paul Adriaans en daar kan je zien, geboren 1901 Leuven, stamboeknummer, en dat is al. En voor de meeste mensen, praktisch voor iedereen, is de fiche beperkt tot die basisgegevens. De enige die zijn werk serieus gedaan heeft, is Joris van Imschoot. Die heeft buiten die basisgegevens, heeft hij nog twee liedjesteksten opgestuurd, die erin staan, en een link naar een filmpje op YouTube, dat hij heel mooi vindt. En dat ik ook heel mooi vind. Voilà. Maintenant, il y a encore les chants de marins. Également subdivisés en quatre. Anglais, français, néerlandais, allemand. Sur les titres des chansons, ici, en bleu. En cliquant dessus. Par exemple, If You Knew Susie. Dan ga je naar de liedjestekst van If You Knew Susie. En indien je niet juist meer weet hoe dat klinkt, dat is geen enkel probleem. Klik op de blauwe link hierboven. Susie.
Voilà, dus dan ga je onmiddellijk naar YouTube en praktisch voor alle liedjes zijn er voorbeelden te vinden op YouTube. Het gebeurt wel dat die liedjes verwijderd worden uit YouTube. Bijvoorbeeld de Beatles, als je daarop klikt, dan zie je dat die video verwijderd is. Voor, om een of andere reden, weet ik veel. Dus als er zo'n links gebroken zijn, dood zijn, verwittig mij ook. Nu wilde ik nog juist één ding zeggen. Ik hoop dat bij u thuis die site op dezelfde manier te gebruiken is. Moest dat niet lukken, bijvoorbeeld dat die layout niet meer klopt, dan zit u waarschijnlijk met een verouderde browser. In de meeste gevallen is dat Internet Explorer 7. Ik geef u de raad een moderne browser te gebruiken, een recente versie van een moderne browser. Tenminste Internet Explorer 8, of als het kan, bijvoorbeeld hieronder Firefox. Als je op dat knopje klikt, dan kom je via Google op de site van Firefox, van Mozilla. En als je dat installeert, dan heb je gegarandeerd de beste browser. Gewoon downloaden en bestand opslaan enzovoort. En dan doen wat er op het scherm gezegd wordt. Als je per se wil blijven bij Internet Explorer, dan ga je via Google naar IE8, je klikt erop, je klikt daarop en dan kun je Internet Explorer 8 downloaden. Al die browsers zijn gratis. Tous les navigateurs sont gratuits. Donc prenez la version la plus récente. Allemaal gratis. Dus neem de laatste versie. Dank u wel, goeiedag en tot ziens.